VV Veendam kreeg bezoek van NAC, een van de koplopers in de Totodivisie. De ploeg uit Breda gaf Veendam een lesje in doelmatigheid. Veendam begon niet slecht tegen NAC, had ook veel balbezit en creëerde zich in het begin van de wedstrijd een aantal kansjes. Geen grote superkansen, maar in elk geval er was sprake van enige druk op het doel van Jan Willem van Ede, de keeper van NAC. Hier een mogelijkheid voor Bob Mulder. Dat wordt een corner die uiteindelijk niets oplevert. Arjan Blauw dan. Ziet Theo ter Kaat. En Kolder is eigenlijk wat te laat bij de eerste paal. Had daar eerder moeten zijn. En had hij een betere kans gehad om te scoren. Er zijn dan een minuut of 20 gespeeld. En dan NAC maar eens in de aanval. Stuart krijgt alle tijd om Simons aan te spelen. En dan Van Vliet. Ja, dat is natuurlijk gerommel in die verdediging. En dan kan Van Vliet heel makkelijk scoren. Krijgt hem eigenlijk op een presenteerbaantje aangeboden. Hier, waar is Pander? Te laat. Ebbingen kijkt toe. Links staat McAndrew te kijken. En dat Van der Vlag hem niet heeft, ach, dat valt hem niet echt aan te rekenen. Maar goed, het is wel 1-0 voor NAC na 22 minuten spelen. En Veendam probeert het dan wel, maar de echte overtuiging ontbreekt. Werklust genoeg en af en toe ook een aardige combinatie. Zoals hier Prinsen ten Kaat. Mulder die teruglegt op Prinsen. Ja, en met zo'n bal kun je toch niet zo gek veel. En Alfred Schreuder is niet tevreden over wat zijn ploeggenoten presteren. Maar goed, NAC met een 1-0 voorsprong de rust in. En na de rust probeert Veendam het wel, maar het komt eigenlijk niet veel verder dan goed bedoelde pogingen. Maar het ontbrak aan oorlog in de 16 en aan raffinement. En zo'n schot is niet gevaarlijk. Het typeert een beetje de aanvallende onmacht van Veendam. Dan zien we NAC, dat niet veel in de buurt van Peter van der Vlag kwam. Arvelatse. Voetschot. En een dito redding van Peter van der Vlag. De doelman van Veendam die terugkeerde na een schouderblessure. Van deze corner. Dat is wel een hele harde pegel, maar van der Vlag moet die bal tot corner verwerken. Doet dat niet. En dan met een zondagschot wordt het 2-0. En voor dit doelpunt te maken, Frank Broers, is dat een reden om zich te vervoegen bij de meegereisde fans van zijn ploeg. Er is dan een minuut of 13 gespeeld in de tweede helft. En eigenlijk heeft NAC nu al de genadeklap uitgedeeld aan Veendam. Zoals gezegd, de overtuiging ontbrak. Dit is een vrije trap van Pander. Dat is geen verkeerde bal, maar ook niet echt moeilijk. Pander die speelde als centrale middenvelder en heel erg achterin bleef hangen. Dan een corner van Theo ter Kaat, die gisteren speelde alsof hij een ezel op zijn rug had. Prinsen en invaller Heinaar koppen daar vrolijk onderdoor. Veendam komt niet meer tot scoren. NAC had af en toe nog een uitbraak, zoals hier via Argil Arvelatse, de broer van de spits van Ajax. Maar Van der Vlag staat in de weg. Het blijft bij 2-0 voor NAC. Veendam wilde gisteravond wel, maar het kon niet zoveel. Een nederlaag dus voor Veendam. Verslaggever Romke Hoogstra ving trainer Azing Giever na afloop op en praatte met hem na. Azing, als we bij het begin beginnen. Ik vond Veendam niet slecht starten. Een paar kansjes. NAC krijgt één kans, één goal. Ja, ik vind dat we over hele 90 minuten lang helemaal niet zo slecht gespeeld hebben, vind ik. Alleen het verschil tussen Veendam en NAC ligt natuurlijk voorin. Dat is denk ik duidelijk. Kijk, zij krijgen uit twee rare momenten hebben zij de kwaliteit om die ballen wel af te maken. De tweede goal is weer waar de keeper de bal weer loslaat. De corner die weggegeven wordt is al onnodig. Ja, zo komen we lopen we steeds achter de feiten aan. En dan hebben wij voor en kunnen we er te weinig brengen. Ik vond dat er aan de eerste goal ook een luchtje zat. Ik had de indruk dat Pander niet helemaal fris was en Ebbing ook niet. Het was ook een wat onnodig doelpunt, vond ik. Ja, Pander ging niet goed in het duel. Prinsen laat Stuart te makkelijk inspelen en vervolgens zit Pander niet goed in het duel. En dan is het ongelukkig, die Van Vliet schiet die bal in via Van der Vlag en die karaboleert net voor zijn voeten. Ja, dat zijn van die ongelukkige momenten dat het ons gewoon niet mee zit. Word je dan niet wat moedeloos van zo langzamerhand? Ja, maar je moet wel het vertrouwen erin houden en we hebben een niveau hoger gespeeld dan vorige week wat het spelniveau betreft. Dus wat dat betreft moet je vertrouwen in die groep houden om te zeggen van ja, als we dit soort wedstrijden zoals vorige week gespeeld hebben tegen Telstra, hebben we 3 punten gehaald. Alleen de scorend vermogen voor en dat we daar wat slordig in zijn, ja, dat baart je wat zorgen. Maar we zullen toch aan harder moeten blijven werken. Aan werklust ontbrak het niet van dit bij Veendam. Wat ik wel mis is flair, overtuigingskracht.
Ja, maar goed, dat sluit er natuurlijk in. Als je wat nederlagen oploopt, dan is de vertrouwen ook vaak wat minder. Maar wat mij het meeste teleurstelt is dat we gewoon niet de killersmentaliteit hebben voorin. Van de eerste helft geeft hij op de kaart een paar goede voorzetten. En dan hoef je die bal niet te hebben. Maar je moet eens een keer tegen die verdedigers aangaan. Je moet eens een keer die strijd aangaan met die verdedigers. Om die verdedigers het moeilijk te maken. Nou, die verdedigers van de tegenstander hebben het allemaal veel te makkelijk. En daar zullen we toch op blijven moeten hameren. Dat die strijd zal voorin moeten komen. Heb je daar de spelers wel voor? Nou ja, het is allemaal te lief. Het is allemaal te lief en allemaal te aardig. En dat moet ook in je karakter zitten. En daar zullen we veel aan moeten werken en veel aan moeten praten. Maar ja, dan denk ik ook, want de wil om voor en de duels te willen met die verdedigers. Ja, dat is het probleem waar ik heel zomaar bij je tegenaan loop. Krijgt u de uitslagen van de gisteravond gespeelde wedstrijden in de Totorivisie. Zwolle won met 1-0 van Heracles. ADO Den Haag kreeg in eigen huis met 4-1 klop van Telstar. Onder meer door 2 goals van Sergio Ommel. Top Os tegen VVV werd 2-4 en Veendam NAC heeft u gezien.